En met de ondertekening van het wetsvoorstel door koning Willem-Alexander en minister Plasterk kwam de gemeente Meijerijstad nu officieel van start. De wet is op woensdag 30 maart in het Staatsblad gepubliceerd. Het was de laatste officiële stap op weg naar de samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oederode en Vechel. Op 18 februari had een meerderheid van de Tweede Kamer zich al positief over uitgesproken. En ook de Eerste Kamer heeft op 15 maart al ingestemd met het wetvoorstel om te komen tot de samenvoeging. In november 2016 dan vindt de herindelingsverkiezingen plaats.